Lazio Roma heeft zondag het nodige vertrouwen opgedaan voor de europa league wedstrijd van donderdag tegen Vitesse. De Romeinen waren in eigen huis met liefst 4-1 test sterk voor AC Milan. Lazio stond na 50 minuten spelen al op een 4-0 voorsprong door doelpunten van Ciro Immobile, drie keer, en Luis Albero, Ricardo Bontollifo scoorde vervolgens nog tegen voor Milan. Maar dat was er eentje voor de statistieken. Lazio beëindigde het u wel wel met 10 man na een rode kaart, 2 keer geel. Voor Marco Parolo in de blessuretijd, trainer Simon de Inzaghi deed in de volle 90 minuten een beroep op Stefan de Vrij. Die na het vertrek van Wesley Hood naar Southampton en Ricardo Kisnaan naar Ado Den Haag de enige Nederlander is in de selectie van Lazio. Door de overtuigende zegen steeg Lazio naar de derde plaats in de Serie A met zeven punten na drie duels. Milan incasseerde pas het eerste puntenverlies en is met zes punten terug te vinden op de zesde plek. Juventus en Internationale voeren met ieder negen punten de ranglijst aan. Juventus vond vrijdag met 3-0 van Givo Verona terwijl Inter eerder op zondag Spal 2013 met 2-0 opzij zette. Later op zondag kan ook Napoli zich nog per Juventus en Inter voegen. De collega Noord van Feyenoord in de Champions League moet dan wel het uitduel met Bolja winnen zien af sluiten. Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A. Steinhaus in de Bundesliga sloten Hertha BSC en Werder Bremen een historische wedstrijd af met een gelijkspel. 1-1 Het duel in Berlijn stond onder leiding van Bibiana Steinhaus. De eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit op het hoogste niveau in Duitsland, Steinhaus trok één gele kaart in het Olympiastadion, waar haar partner Robert Web, leidsman bij de WK-finale van 2010. Als toeschouwer op de tribune zat. Met Karim Rekik in de basis kwam de thuisploeg in de 38e minuut op voorsprong via Matulecki. De Australiër kon scoren nadat Steinhouds voordeel had gegeven na een overtreding op een ploeggenoot van hem. Werder Bremen kwam na bijna een uur spelen zij dankzij een knappe treffer van Thomas Delaney. Steinhouds vloot de afgelopen jaren tientallen wedstrijden op het tweede niveau bij de mannen. Deze zomer maakte ze promotie naar de zogeheten elitegroep in Duitsland, bestaande uit 23 mannelijke scheidsrechters en nu één vrouw.